Stage. Awesome, man. We horen met deze mensen ons ook. Voor alle vrouwelijke kijkers, die vinden het helemaal fantastisch. Yo! Yo, kijkers van dit kanaal. Dit is mijn kanaal. En waarom ben ik gaan vloggen op dit aparte kanaal? Dat weet ik zelf ook niet, dat doe ik gewoon omdat ik het leuk vind. En wat precies de bedoeling is van dit kanaal, dat ga ik nog een keer uitleggen in een andere video. Maar in ieder geval welkom in mijn hok. Op het moment dat ik deze video maak, zijn er nog niet heel veel kijkers. Dat maakt me niet zoveel uit. Zoals ik zei, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. En ik neem dus heel veel op van wat ik allemaal meemaak. Dat wilde ik ergens kwijt. Ik heb zoveel videomateriaal liggen wat ik nergens kwijt kan. Ik kan het niet kwijt bij Zomaar. Het kan het niet bij Concentrate. Want daar filmen we allemaal al zoveel voor. En er komen al zoveel video's online. En er was nog meer content. Dus dat ben ik nu hier allemaal op aan het zetten. Het enige is dat het best wel druk is. Dat heb je misschien ook wel gezien in de video's die ik nu heb gemaakt. Die dagen die zijn gewoon best wel druk. En zo gaat het elke dag. Dus dan film ik nog niet eens alles. En wat het dan is, is dat ik daardoor geen tijd meer heb om te editen. En daardoor is er heel veel werk ook nog blijven liggen. En af en toe als ik even een avondje vrij ben, dan vind ik het leuk om weer te gaan editen. Dat was ik nu weer aan het doen en toen zag ik dat ik nog video's had liggen uit 2015. Eind vorig jaar heb ik nog van alles opgenomen. En ik krijg ook heel vaak de vraag van ons optreden in Emmen, in het Glazen Huis. Dat was rond kerst dat we daar waren. En ik zat dat even terug te kijken en ik heb daar inderdaad dus nog heel veel beelden van liggen. En daar ga ik nu een vlog van in elkaar draaien van ongeveer die dagen. Dus het zal best wel rommelig zijn, want het gaat over verschillende opnamedagen van Concentrate. Het gaat over een optreden met Zomaar en nog dingen die tussendoor gebeurden. En ik leid hem ook nog even in om je te laten zien wat je dus zo'n beetje kan verwachten van de video's die ik hier maak. Want ik had ook nog geen video gemaakt over waarom ik überhaupt dit kanaal ben begonnen. Ga ik nog doen. Dat is niet deze video, maar nu weet je in ieder geval al een beetje wat de bedoeling is. Dus vanuit mijn edithok zeg ik veel plezier met het kijken naar deze vlog die al eind vorig jaar is opgenomen. Het is koud buiten, dat weet ik nou wel, maar ik heb ook nog een ijsbar opgezocht. En het kut is, ik sta in mijn onderbroek. Ja, ik ben begonnen met vloggen omdat ik rare dingen doe. Nou, dit is een van die dingen. Ijsbar Amsterdam, dus daar begint vandaag de dag. Maar ik ga nu even gauw een kopje thee drinken, want hier zitten de opnames er alweer op. En ik heb het echt koud, jongen. Dit is echt niet normaal. Dit is echt gewoon niet leuk meer. Ik ga thee drinken. Of warme chocolademelk of zo. Dit is een item waar ik best wel lang op heb gewacht. Want ik wist al een tijdje dat we een item gingen maken over de winterjas, voor Concentrate natuurlijk. Maar dat duurde best wel lang en ik had al heel lang een winterjas nodig, maar ik wacht maar tot dat item was. En vandaag is de dag en we waren in de winkel, Baskets, in Amsterdam. En ja, ik vond het zo tof dat ik er gewoon meteen twee heb gekocht. Dus ik heb nu twee winterjassen. Nou, ik kan wel even naar de spiegel lopen om de ene te laten zien. Hij is een beetje lang, lekker stof. Het is een beetje bomberstof, maar dan ja, lekker warm, iets langer. Toch chic, dus ik ben er super blij mee. En dat is niet een sponsorverkooppraatje of zo. Het is gewoon echt een toffe jas. Aangekomen op kantoor in Hilversum. Hierachter wordt Concentrate ook voor een deel gemaakt. Want natuurlijk wat je achter de schermen ziet, daar gebeurt ook een hoop. Maar ze hebben iets heel leuks. Want ik heb een kerstpakket gekregen. En dat is nog eens lief. Die heb ik gekregen hoor. Ik heb een fles gin met nog meer, een glas. Iedereen kreeg net even wat anders. Iedereen kreeg net even een ander cadeautje. Dus ik heb iets met drank gekregen. Nou, dat vind ik altijd wel lekker. En ik heb tonic, dus gin tonic. Kijk, die miste ik al. Stijlvolle kaars. Om het lekker mooi aan te kleden op de koude decemberavonden. En een chocolade kerstboom. Nou, ik ben helemaal blij. Want gin tonic is natuurlijk helemaal het drankje van nu. En is heel lekker. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ja, ze zijn allebei. Dankjewel. Mootje, wat heb jij in je kerstpakket? Ik ga nu kijken, wat heb jij in je kerstpakket? Ik had een koptelefoon en PlayStation 4. Nee. Oh. Ik wil dat zeggen. Het zou me niks verbazen. Hoe meer roze, hoe meer Caroline. Het vergeten kind. Nou ja, dat is bedankt. Oh, dat is echt leuk. Wat lief dit. Hey, je hebt dezelfde kaarsen. Zwarte kaarsen voor mijn ziel. Dan kan ik gewoon matchen met mijn ziel. Oh, dat is echt leuk. Dit is echt een leuke baan ook. Maar jij hebt drie kaarsen. Ik had er maar twee. Ja, daarom is ze dit gedaan. Zodat ik niks kort kom.
Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, vervalt hij? En een lekker, wat is het? Een handdoek. Een handdoekje. Met zo'n nappen. Wat leuk. Oh. Maar ik heb gin tonic pakket. Leuk. Dus dat is wel echt top. Mo, zit je lekker op de fiets? Heerlijk. Zullen we even voor jullie fietsen? Ja. Doe even een stukje. Sortering, dit ding gaat echt niet. Oh, ik kan misschien hard rijden. Ja, die 40 km per uur. Ik geloof het niet. De bedoeling van dit allemaal is dus een item voor de Stijltrainee, dat ik hier ga fietsen met mijn nieuwe jas aan. En ik ben aan het fietsen in het Nederlandse weer, dus dat houdt in regen. Nou, dat is natuurlijk de tuinslang. Verder hebben we nog wind, dat is dit apparaat. En ja, zo krijgen we wel meer dingen op me afgevuurd. Dat item net van dat nat spuiten. Ik hoop echt dat ik niet ziek word. Ja, dat is echt heel... koud nu. Middag, einde middag, hè? Goh. Ja, je hebt gezien. We hebben weer een goede lunch te pakken. Ik ga aanvallen, man. Smakelijk. Smakelijk. Ja, daarom. Het stijl-item wat we nu opnemen gaat dus over sportkleding. En dat doen we in een sportschool. Natuurlijk, logische plek. Lekker aan het dansen. De laatste keer dat ik zo actief was in de sportschool, lang geleden. Ja, maar je bent niet echt actief, je bent aan het dansen in de sportschool. Zumba. 47 kilo, dat is bijna meer dan dat ik zelf weeg. Ik ga hem nog zwaarder zetten. Het gewicht wat er nu aanhangt is ongeveer hetzelfde als wat ik echt zelf weeg. Oftewel, ik kan het nooit naar beneden brengen, ook al ga ik eraan hangen. Als jullie dan vinden dat ik meer krachttraining moet doen, laat dat dan hieronder even weten. Ik voel me ook echt zo'n sukkel, want ik ben hier dus gewoon... aan het sporten, of ja, ik ben hier eigenlijk aan het filmen hoe ik zelf sport. Dus al die gasten hier achter die lachen me uit, want ik kom ook aan met een cameraatje. Nee, ik kom aan met twee cameraatjes, want dit is de camera van Concentrate. Daar film ik dus ook mee tegelijkertijd. En dan zit ik een beetje stom te doen op zo'n krachttrainingapparaat. Misschien moet ik toch maar even leren sporten. Sportschool gehad, Concentrate is opgenomen voor vandaag. En we dachten we gaan gezond eten onderweg, maar dat is niet gelukt. Tenminste, ja, een salade van de McDonald's. Maar als je één tip mag geven... Neem geen salade van de McDonald's. Ik maak hem op omdat ik toch iets in mijn maag moet hebben, maar ik vind het niet zo lekker. Nee. Die side salad was voor jullie ook geen succes, toch? Ik had ook een salade, maar ik had daarnaast wel gewoon een burger. En melk in plaats van een frisse gang. En ik heb een wrap genomen in plaats van een burger. Aangekomen in Emmen en hierachter is het glazen huis. Kijk, het is hier super leuk. Er zitten allemaal mensen aan tafeltjes. Waar? Oh, ja, dat is leuk. Hoi. Hoi, leuk. Welkom bij het Emmen. Dankjewel. Dit is een flevende vanavond. Jolien en ik zijn jullie gastontvangst van vanavond. Dus kijk, hi. Jolien en ik. En als jullie iets willen drinken, wat dan ook, trek eens aan de mouw. Ik moet plassen. De vloer, alles. Mag allemaal. We moeten wel op tv voor. Hoeveel miljoen mensen? Ik heb er niet zoveel last van, hoor. 3 miljoen kijkers. Maar ja, nou, het ziet er niet heel goed uit, maar ik kan het toch niet beter maken dan dit vandaag. Lieve mensen. Hallo mensen thuis. Kijk, waar gaan we zitten bij de... Dus even, waar gaan we zitten? Ja. Ja, kan allemaal. Ik had het toch anders voorgesteld. Oké. Ik wist niet dat we hier terecht gingen komen. Oh, er zijn ook allemaal mensen buiten kijken. Mensen zwaaien even hier. Dat is echt leuk. Hallo. Hallo. Stage. Awesome, man. Nou, voor alle vrouwelijke kijkers, die vinden het helemaal fantastisch. Ze hebben hier in Emmen ook een dierentuin, hè? Maar ik heb het gevoel dat het is hier naast de dierentuin. Ik heb al één ontsnapte aap gezien. En een ontsnapte olifant.
Het leven van een popster is gevuld met natuurlijk heel veel vrouwen en drank. Bijzondere dingen. Af en toe dan slaan ze even de plank een beetje verkeerd. En dan hebben ze één memo niet helemaal goed gelezen. Dat stond niet in onze rider. En de fans ook buiten, jongens. Iedereen staat voor het raam. Maar eerst even wachten, jongens, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het super goed en met zomaar zelf gaat het ook goed. Maar de fans in Emmen? Ja, zijn helemaal te gek. Ja, nou nog niet te hard van de daken schreeuwen, hè? Hierachter zijn de DJ's. Van het glazen huis, zij zitten hier 3 weken lang opgesloten zonder eten of drinken. Nee, ja, het is heel zwaar. We eten heel veel en we wisselen een beetje. Nee, je bent heel zwaar. Ja, oh, we hebben het heel zwaar. Ja. Nu dan? Ik ga nu nog even op de foto met de mensen overal. Hey, met hallo. Hallo. Maar waarom? Wat is nou je nummer? Zullen we even een foto van jou? Ja, we gaan nu daar naartoe en dan gaan we alle foto's doen. Okay. Ja, maar een nummer dan? Oh, ik heb een foto van jou. Ja, ga ik zo opschrijven. Hij is aan het filmen. Oh, ja, beloofd. Ja. Niet liggen. Niet liggen. Oh, niet liggen. Nee, natuurlijk niet. Zou niet durven. Hoi. 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 Hallo. Hoi. Hallo. Hoi. 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 Blijf niet in het recht staan. Jullie morgen weer. Ja, oké. Okay. Oh! Kijk eens wat we hebben. Nou, knalfoto. Net op het moment van de foto. Ja. Yes. Helemaal. Yeah. Ik ben thuis, ik ga lekker slapen. Zoals gewoonlijk, laat even hieronder een reactie achter en abonneer. Zou ik heel erg tof vinden. En volg me op social media. Zou ik nog toffer vinden. Dus bedankt nog allemaal en tot de volgende vlog. Doei! Ik hoop dat je het kon verstaan. Anders ondertitel ik het wel zo.